Voor ons vierde vlog, dag 16, zijn we aangekomen in de oude Franse kolonie Pondicherry, dat net zoals Chennai aan de oostkust van India ligt. De streets zijn veranderd in ruw, de drukke wegen hebben plaatsgemaakt voor rustige meditatieplekken en de typische Zuid-Indische gerechten zijn veranderd in baguettes. Aangezien het een oude Franse kolonie is, spreken veel lokale mensen hier Frans. Er zijn ook relatief veel Franse toeristen aanwezig hier. Voor mijn doel is het iets te toeristisch hier en de vele hippies die hier rondlopen zijn ook niet echt mijn type mensen, maar we kunnen wel lekker genieten van de westerse gerechten en de rust van de kust. Morgen zullen wij weer verder reizen en we hopen jullie dan weer te zien.